Nasi goreng. Wat hebben we daarvoor nodig? Is rijst, wat sambal, ketchup, ik heb een kipfiletje, een prei, een rode peper, wat knoflook, ui. Nasi goreng wil eigenlijk zeggen gebakken rijst. En dat kun je dus het beste doen door de rijst eerst te koken, een beetje af te laten koelen, al je ingrediënten te snijden en daar een boemboe van te maken. En daarna die rijst daarbij te doen om de boel lekker op te bakken. Zorg dus dat je eerst je rijst afkookt. Ik begin met een kipfilet en die ga ik in deze marinademix leggen. Meng de marinademix met 3 eetlepels olie. En een klein beetje ketchup kan erin. 1 eetlepel ongeveer. Meng dit goed door elkaar. Je marinade is nu goed gemengd. Snijd dan je kip en dan kan die er ongeveer voor 10 minuutjes in. Als je je groentes hebt gesneden, was dan nog wel een keer goed de prei. Daar kan altijd nog wat zand in zitten. Klop een eitje los. Voeg daar je sambal aan toe. Dat is ongeveer 1 eetlepel. Kan erbij. En wat ketchup manies. Vorm een pan, klein beetje olie erin. Beginnen we met het aanfruiten van de uien en de pepertjes. Hier zit trouwens ook knoflook bij. Bak dit lekker rustig. Het hoeft niet heel super heet te zijn. Gewoon dat de smaken lekker loskomen. Als je uitjes, je knoflook en je pepertje lekker aangebakken is, dan voeg je de kip toe. Dit kun je lekker aanbakken totdat de kip mooi gaar is. Schud de pan lekker een paar keer om en als je ziet dat de kip bijna gaar is, of mooi gaar is, dan mag de prei erbij. Bak dit lekker op. Wanneer je kip mooi gebakken is, kan je mengsel erbij van ei, ketchup en sambal. Roer dit even goed door, zodat je een mooie emulsie krijgt. Je basis voor je nasi goreng is nu bijna klaar en je ziet dat dit een mooie dikke emulsie is. Nou, als dat zo is, dan bak je dat nog een klein beetje in. Dus hoe verder je hem bakt, hoe meer smaken er loskomen. En dan mag zo meteen de rijst erbij en wok je alles nog een keertje goed op. Dan bak je alles eigenlijk nog een keer goed op. Nu mag de rijst erbij. Dit bak je lekker op. Schud het desnoods een paar keer om. Dat je een mooie nasi goreng krijgt. Voeg naar smaak nog een klein beetje ketchup toe. Als je dat nodig vindt of als je dat lekker vindt. Now is your time, so prove yourself and